Koen Persoons. Ik weet niet, ken je André Hazes? Ik ken hem, ja. Het liedje met bloed, zweet en zo verder. Dat was het vandaag, hè? Dat was het zeker. Mooi was het niet. En uiteindelijk, ze hebben heel blij dat we hier met 3 punten naar huis gaan. Want ik denk dat een gelijkspel een terechte uitslag geweest had kunnen zijn. Zelf kwam je laat in de wedstrijd daar in de vuurlinie en had je de kans om de 1-3 te scoren, maar het lukte niet. Ja, bij de eerste kans was een sprint van denk ik, 60, 70 meter. En was ik niet fris genoeg niet meer om de controle te verzorgen en dan goed te kunnen aanleggen. En de tweede kans wordt goed afgeblokt door verdediger. Spijtig, maar uiteindelijk was het gelukkig was het niet meer nodig voor die 1-3 te maken. Ik hoorde hier net de spelers van Tubize en ze zeiden ja, het was wel binnen die bal. Dat kan. Ik zeg het, we zijn er met 2 naartoe gevlogen om die bal nog te redden. Was die al dan niet over de lijn. Het zou zomaar kunnen dat hij over de lijn was. Het zou zomaar kunnen dat hij niet volledig over de lijn was. De beelden zouden dat moeten kunnen bevestigen, maar daar hebben we ook nog geen uitsluitsel over. Dus als hij binnen was, dan... dan is dat het geluk dat momenteel toch aan onze zijde. Onze zijde een beetje. Dan moeten we zien dat we van dit moment naar volgende week toe optimaal gebruik van maken. Maar morgen toch misschien wel kijken naar Westerlo Beerschot? Ja, sowieso. Dat is altijd plezant als je als eerste speelt in het weekend en je wint je wedstrijd. Dan zet je alle andere ploegen die op dit moment achter ons staan, zet je toch onder druk. En dan is het veel plezanter om naar die match te kijken dan dat je hier zelf punten aan het laten liggen en dan de andere ploegen zien weglopen. En dan hopen op een puntenverlies van Beerschot misschien wel? Ja, ik zeg in het eerste geval moeten we altijd naar onszelf kijken, naar ons eigen kijken. En als we zelf 3 punten pakken, dan is elk ander puntenverlies van een of andere concurrent is mooi meegenomen.